Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda. Het jaar 2017 is inmiddels op gang gekomen en we zitten hier aan de tafel van Smaakmakers, het programma wat iedere dinsdagavond bij Breda Nu wordt uitgezonden. En ik zit hier met twee heel belangrijke mensen van dat programma Smaakmakers. Marieke Eysing, de presentatrice natuurlijk, en Isabel van Waasbergen van Hanos ISPC. En samen vormen jullie ook de redactie van het programma. En we gaan eigenlijk even een klein beetje terugblikken. Hè. We hebben een soort van winterstop. We gaan even terugblikken, want we hebben de 21ste uitzending pas gehad. Dus het programma is volwassen geworden. Zo mag ik het ook zeggen, Marieke? Ja, nou, denk ik wel. Hè? Ja. Absoluut. Ja. Jij bent in de tijd met het idee gekomen, hè, van Smaakmakers bij Breda Nu. Hoe ben je daarop gekomen? Nou ja, het leek mij leuk om op de lokale omroep een nieuw programma te lanceren. Mm-hmm. En ik ben daarmee naar Breda Nu gegaan. En het leek mij persoonlijk ook leuk om al die smaakmakende initiatieven en personen die er in Breda leven zo elke week een half uur een podium te geven. Ja, ja, ja. En toen wisten we nog niet precies waar. Maar ja, uiteraard hebben we daar natuurlijk een locatie voor nodig die ook elke keer weer met ons helpt om het er goed uit te laten zien. En om mee te denken in de gasten. Want ook voor Hanos ISPC is het belangrijk dat ze mensen ook aan tafel hebben. Jullie ook weer interessant zijn. Mm-hmm. En toen zo hebben wij elkaar gevonden. Ja. Al een jaar geleden. Want in 2015, zeg maar rond de kerstperiode 2015, zijn hier de eerste opnames geweest. Toen zaten we nog in de andere hoek, weet ik wel. Ja, de eerste uitzending was. Bevalt het jou nou, Isabel? Ja, leuk. Ja, wij moesten natuurlijk ook wel eventjes wennen en kijken van hoe loopt zo'n programma en hoe gaat dat en wat wordt er van ons verwacht. En wat ik zelf heel erg leuk vind is dat wij inderdaad onze B2B-markt inderdaad hier heel goed voor kunnen uitnodigen. En die mensen ook echt tegen de schijnwerpers kunnen zetten, maar ook met name die combinatie met de horeca kunnen maken. Ja. Ja, je hebt heel veel mensen gehad natuurlijk. Hè? Dat is wel heel leuk, omdat we ook een chef hebben. Ja. We hebben iedere keer een andere chef en dat is leuk. Ik moet zeggen, en in het begin is het natuurlijk nog echt een beetje, je ziet echt wel een grote verbetering als je kijkt vanaf het begin. En als je dan nu naar de uitzending kijkt, dan hebben wij wel best wel. Ja, dan gaan we snel vooruit. Maar anders vinden wij het ook niet leuk. Het moet wel een beetje een uitdaging zijn. Maar je moest ze eerst altijd even welkom heten, hè? In de winkel. Ja. Zullen we dan eventjes gaan kijken naar de beelden van ons welkom? Welkom allereerst. Dankjewel. Leuk dat je hier bij ons bent, in de Hanos. Kan je kort wat vertellen over jullie kantoor? Leuk dat jij hier bij ons te gast bent. Nee, bedankt voor je uitnodiging. Leuk om hier te zijn. Willem staat al naast me. Afgelopen weekend. Ik sta hier naast Brent Harsveld. En in zijn rol binnen Mise en Place zijn Suzanne Euwe en Marieke van der Molen. En als vrijwilligers van de stichting Met Je Hart geven zij smaak aan de stad. Ja, zo heb jij heel wat mensen welkom geheten natuurlijk, hè, Marieke. Ja. Ik kan eigenlijk geen champagne of oliebollen meer zien. Lekker. Was niet letterlijk bedoeld, hoor. Wanneer is nou iemand een smaakmaker? Wat is voor jullie het criterium om iemand uit te nodigen bij Breda Nu? Ik vind dus inderdaad dat hij of zij echt een smaak moet geven aan de stad Breda. En of dat nou een goed doel is, of vanuit een stuk maatschappelijke betrokkenheid, of vanuit een evenement, of het zoveel jaar bestaan in de stad Breda. Ja, ja. Echt iemand die of economisch of politiek
of ja, vanuit die maatschappelijke betrokkenheid echt kleur geeft aan de stad Breda. Dat vind ik echt wel heel belangrijk. En we proberen daar ook wel echt een goede afwisseling in te vinden. Dus nou was 2016 best een overkill aan goede doelen. Maar er gebeurde zeker in het laatste deel van het jaar ook heel veel natuurlijk. Met Sirzy Quest en het Rode Kruis. Het Klaverrestaurant. En dat nou ja, hartstikke leuk. Ja. Maar we proberen eigenlijk wel altijd gewoon in de, wij noemen dat redactiekalender, een mix te vinden van ja, sociaal-economisch, een goed doel, een leuk evenement. Ja. Smaakmakende personen, maar ook initiatieven. Want er zijn er zoveel in Breda. Mm-hmm. Ja. Dus, ja. En die ook echt een gezicht te geven op deze manier. Ja. En wat dan ook wel leuk is, vind ik dan, is dat we daar dan horeca bij uitnodigen. Mm-hmm. Die daar ook een beetje in dat thema passen. Ja, ja. Want ik zie iedere keer andere gastchefs die hier in de keuken van Hanos ISPC staan om te koken. Ja, en gaan winkelen. En gaan winkelen natuurlijk. Ja. Ja. Elk seizoen. Hè? Ja. Elk seizoen winkelen hier. Ja. 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 En we kijken ook een beetje naar de producten. Is het makkelijk om gasten te benaderen? Krijg je snel een ja? Ja, mensen vinden het hartstikke leuk. Die chefs vinden het echt leuk om hier aan mee te werken. En ja, ze staan natuurlijk echt eventjes in de schijnwerpers. Vinden wij leuk, vinden zij leuk. Ze mogen ook en zo krijgen om de gelegenheid om even iets te vertellen. Kijk, bijvoorbeeld het participatie-event hadden bijvoorbeeld Jan en Alleman. Nou, dat is een restaurant dat zich ook heel erg zeg maar, bezighoudt met mensen met beperking tot de afstand tot de arbeidsmarkt. En nou ja, we vinden het dan dus heel belangrijk om die koppeling dan te maken. Dus je hebt dan een smaakmaker die daar iets over vertelt en ook een restaurant dat daar dan zeg maar bij past. Mm-hmm. Dus dat vind ik wel, ja, dat vind ik altijd een uitdaging om dat soort mensen te vinden. Ja. Maar ook echt heel leuk. Ja, het winkelen, hè, dat wordt dus ook opgenomen. Daar zijn we eigenlijk het langste mee bezig, hè, moet ik altijd zeggen. Want, met alle cameramensen die hier nu ook staan. Dat duurt altijd wel eventjes voordat dat allemaal moet opstaan. En hoe noem jij dat ook altijd al? Het culinair Walhalla. Daar kan je alles vinden. Ja. Nou, we hebben heel wat afgewinkeld. Ja toch? Zeker. Hebben we ook beeld van? En wat ik vaak gebruik is niet de grootste maat. Hey, zo. Hey Fabian. Alles goed? Alles goed. Met jou? Helemaal lekker koken vandaag? Ja. Mooi gerecht maken? Ja. Ik ga een pitoetsel maken. Ja, dat is inderdaad. Oké. Dan mag ik lekker maken. Goed? Wat prima. Lekker. Ja. Je zei er iets over proeven. Ja, zo wijn. Ja, maar zuur in wijn is heel belangrijk. Wijn zonder zuur, dat gaat heel vaak lof en lomp smaken. Dat vergeten we wel eens. Ik zal het bier even noemen. Het is de Troubadour Magma. Okay. Het is een triple bier met IPA accenten. IPA misschien wel eens van gehoord. Maar het zijn extra gehopte bieren. Waar we iets meer bittere tonen, fruittonen. Echt bier met body. Als je naar mij had gekeken, zag je dat ik absoluut niet wist wat je zei, maar dat ik het inderdaad nooit van gehoord heb. Eerst maar proeven. Altijd ervaren, hè? Wij gaan wijn uit de buurt proeven. Uit onze spreekwoordelijke achtertuin. Ja. Uit Maden. Uit ons eigen Noord-Brabant. Daar hemelsbreed die maar een kilometer of 10, 12 vandaan. Het restaurant, daar wordt uiteraard een lunch en een diner geserveerd. Elke dag. Ja. Ik maak ook een kampvuurtje. Dat ga ik jou niet mee belasten, maar het is brood met boter, maar dan in de vorm van een kampvuurtje. En dan gaan we aansteken. Super gaaf. Kijk. En daar wil ik tahoenkres bij hebben. Ja, dat kan. Ja, duidelijk te zien. Hè? Er is heel wat afgewinkeld, Marieke. Ja. Vind je het altijd wel leuk om door de winkel te lopen? Ik vond het heel leuk, ja. Ik vind het altijd wel weer een feestje om te ontdekken hier wat er allemaal op productgebied is. Ja. En daarna richting de keuken natuurlijk, hè? Want daar stond de gastchef dan al klaar. En dan de handen uit de mouwen steken, zoals je altijd zei. Ja. Want ze moesten ook werken, de gasten. Ja, en ze vonden dat ook eigenlijk altijd best heel leuk. Ja, zeker. En sommigen hebben het wat meer in de vingers, omdat ze wat meer keukenprins of prinses zijn thuis. Maar in principe zijn ze eigenlijk altijd wel enthousiast. Ja, ja. Ik hoor keukenprins, keukenprinses. Waren er meer mannen of meer vrouwen te gast? Of was het een beetje proberen, wij zijn natuurlijk allebei vrouwen. Dus. Altijd toch wel ook heel goed. Goede mix te maken. Koken in de keuken. Ja, de gerechten varieerden natuurlijk nogal. Hè. Wat vond je nou het lekkerste? Kun je dat? Dat is natuurlijk je smaak. Heel persoonlijk. Smaakmakers. Ja. Je hebt allemaal heel je persoonlijke smaak. Maar mijn smaak is inderdaad meer. Niet zo echt de traditionele keuken, maar toch misschien iets de modernere keuken. Mm-hmm. Dus ik vond
Ralf Geert van Ravanello heel bijzonder koken. Absoluut. Noemt zichzelf ook niet chef, hè, maar die noemt zich, nou ik weet niet, maar in ieder geval het is concept, een concept. Oh, ja. 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 En Madelon Witte van Feast, cateringbedrijf. Ja. Heel jong, ja. Leuk. Ja. Jong onderneemster. Vond ik heel leuk. En nou ja, ik vond ook Tijn van de, uit Etteleur van de Zwaan. Mm-hmm. Weer Michelinster gekregen. Ja. Christel werkt natuurlijk ook deels voor de Zwaan en ze was van Breda Future. Mm-hmm. Dus dan maak je een hele leuke combinatie, dus die kenden elkaar al. Ja, dus dat geeft dan ook iets leuks in de keuken. Ja, ja. Ja. Andere sfeer. Ja. Het werd hier grotendeels bereid allemaal. Hè. Soms hadden ze ook wel al voorbereidingen gedaan, hè, in hun eigen restaurant, want ja, sommige dingen die hebben gewoon meer bereidingstijd nodig en dan lukt dat niet in onze opnametijd. Nee, maar uiteindelijk werd dat gerecht ook geserveerd hier dan. Ja. En dan moest je aan tafel eten. Ja. Dat hoort er dan ook bij, hè? Dat hoort er ook bij, ja. En ik moet ook nog wel zeggen... Dat was niet vervelend, nee, hè? Nee. Leuke deel, hè? Ja. En wij van de crew kregen ook altijd nog wel wat eten. Ja. Nou, we hebben heel wat beeld van de keuken. Zullen we eens eventjes daarna gaan kijken? Leuk, zeker. Dit er ook al zo? Ja, die werkt ook inderdaad. Met duim erachter. Ja, hij gaat heel goed. Ja, dat is helemaal goed. Ja, kijk eens. Het is echt juist. En nog een paar stukjes hoor. Exact. Ja. Nou, daar had ik mijn mouwen niet voor hoeven opstopen hoor. Heel mooi om in een kerk je kookkunsten te mogen laten zien. Ja. Dat is echt wel, dat kunnen niet veel mensen zeggen. En dat is ook wel echt een hoofdingrediënt van... Ja, van de Aziatische keuken. Of doe je dat in zich heel in de pan? Nou, je kan het kneuzen, dat je gewoon met de achterkant van het mes op de citroengras slaat. Ja. Of je snijdt het in stukken en dan door de helft dat die nerven die daar aan de binnenkant zitten... En dan om de smaak in een beetje. En saffraan is bijna net zo duur als goud. Ja. Omdat het allemaal met de hand wordt gepleegd. Nou, daar heb ik een bouillon van getrokken, een visbouillon. Daar komt dadelijk mosseltjes bij. Ik krijg er honger van als ik dat zo al zie in die keuken. Nou, ja. Lust je die nog wel? Ik lust nog een op het jaar. Een oliebol van 2016 lust ik nog wel hoor. Nou, ik denk dat die wel iets verser is. Ja, een bijna levende oliebol. Ja. Nee. Hij ziet er nog heel goed uit. Nee, dankjewel. Nou, ja, en dan nieuwjaar, goede voornemens. Dan werd er een filmpje ingestart, hè, na de keuken van het evenement, of waar het allemaal over ging, dat mensen even dat konden zien. En dan kwamen we hier aan tafel terecht, de tafel waar we nu aan zitten. Ja, en dan ging jij het gesprek aan met de gast of gasten. Het is ook heel raar dat jij dat ik nou hier opeens zit, dat ik jullie... Nou, leuk begin van 2017, moet je maar denken. Helemaal waar, ja. En die gesprekken liepen altijd wel, voor jouw gevoel? Het is geen live tv, nee, hè? Nee. Dus, maar in principe wel, ja. Ja, want over het algemeen genomen wordt er gewoon één gesprek opgenomen. Ja. En is daar heel weinig in geknipt in die gesprekken. Ja, liefst niet, hè? Nee, er is nauwelijks in geknipt. Hè? Dus het was eigenlijk, het is niet echt live, maar semi-live. Laten we het zo noemen dan. Staan je bepaalde gesprekken hier nog bij? Moeilijke vraag. Ja, nou ja, ik weet het eigenlijk allemaal nog. Ja, ik bedoel, voor mij is het sowieso eigenlijk wel een feestje, persoonlijk. Ja. Dat ik, bedoel, ik werk voor mezelf, ik ben zelfstandig, dus ik heb zo mijn eigen projecten. Dus voor mij is het wel echt een feestje dat ik zo elke week met een smaakmakende persoon uit Breda kennis kan maken. Ja. Die ik daarvoor 9 van de 10 keer nog niet kende. Nee. Dus dat vind ik sowieso altijd al heel erg leuk. En ik denk dat goed gaat. Ja, maar het is ook leuk. Ja, ja. Ik vind het ook wel leuk om de mensen die ik dan ken in mijn netwerk, om die dan uit te nodigen. En je merkt dat mensen zich dat ook wel eigenlijk altijd heel enthousiast op reageren. Mm-hmm. Van dat vind ik leuk en daar ga ik aan meewerken. Ik heb gehad dat mensen zeggen, dat doe ik liever niet. Je krijgt een half uur, het is natuurlijk gewoon een half uur exposure op de televisie voor jouw doel. En dus. Isabel, jij hebt hier in 2016 een keer gezeten als gast, hè, van het glazen restaurant, hè, dat gelijk gehouden werd met het glazen huis in december. En je hebt ook een keer als presentatrice hier gezeten. Ja, zoals Marieke was onverwacht. Dat weet ik nog heel goed, onverwacht inderdaad. Dus ik kan je wel vertellen dat het heel onverwacht was. Ja, dat was echt onverwacht. Echt 10 minuten voor aanvang
die zowel wil jij het programma presenteren. Wie was toen de nieuwe gast? Toen was jij was het. Was dezelfde gast, ja. Oh ja, dat is waar, ja. Nee, en Prins Carnaval. Oh, ja. En Prins Carnaval. Nee, en toen heb ik Prins Carnaval. Oh ja, en Marieke was één dag. Die lag helemaal voor van Pampers. Ja. Nou, dat leek een maand. Dat vond ik toch wel spannend. Dat was niet zo, natuurlijk. Toen voelde ik ook echt wel even van, oh ja, dit is dus hetgene wat jij doormaakt. Ja. Dus, Maar misschien is dat wel leuk om te vertellen. Ik weet niet of de mensen thuis dat leuk vinden, maar ik vind dat best leuk om te vertellen. Dat we dus eigenlijk twee afleveringen opnemen hier op een dag. Ja, op een dag. Ja. Omdat we hier te gast zijn, dus weet je, dat heeft natuurlijk ook impact op de hele operatie. Het is nu ook erg druk, weet je. Dus we brengen wat mee, zeg maar, aan camera's en geluid. Dus we nemen er twee op een dag op. Ja. Dus als je dan één dag in het jaar niet zo lekker bent... Maar lijkt het dat het niet een maand is. Maar dat was dus niet het geval. Nee. Ook van die tafelgesprekken is er natuurlijk nog beeld, hè. Dus we moeten natuurlijk ook nog wel eventjes naar de tafel. Ja, tafel. Leuk. Ja. Straks lekker een hapje. We zagen net wat beelden van het door jou in het leven geroepen, geopende Gimbrere Theater. Schort uit, aan tafel. Ja, ja. Dat zag er professioneel uit. Als dat evenement net zo professioneel in elkaar zat, dan zal dat vast heel erg leuk geweest zijn. Nou, lekker aan tafel. Nou, zo is het. Schort uit. Gaan we eens even praten over de singelloop. Ja. We zagen zojuist wat beelden van de 2015 editie, dat wel. En als ik er zo aan... Nou dames, daar zitten we. Beetje knus, hè? Aan de staattafel, zo hier. We zagen zojuist wat beelden waarin Babs van Geel, de voorzitter van de stichting, eindigde met... Ja, ik vind het een heel mooie uitspraak. We zijn elkaars medicijn tegen eenzaamheid. Ja, dat was dan een hele aflevering uiteindelijk nog van Smaakmakers, maar we hebben heel veel stukjes gezien. Ja, dan gaan we 2017, 24 januari denk ik, is de eerste nieuwe uitzending, hè, de 22. En allemaal weer hele leuke nieuwe gasten in gedachten in ieder geval. Ja. Oké, okay. Noem eens wat namen, kun je al wat zeggen of niet? Nou, dat wil ik nog liever niet doen. Nee. We moeten nog wat mensen inderdaad echt benaderen. Oh ja, je moet ze nog gaan benaderen. Wel echt een mensenlijstje. Ja, echt heel leuk. Maar jullie zeiden vooraf, of toen net tijdens het gesprek, van de meesten zeggen wel ja. Ja. Als het ook in de agenda past. Oh ja. En dan staat dat vaak weer een uitzending op of zo. Ja. Dat kan ook. Ja, nou, ik vond het leuk om ook eens even aan deze tafel te zitten. En ik ben benieuwd naar de nieuwe afleveringen van 2017. Ja, en ik denk dat de kijkers van Breda nu dat ook weer zijn, dat ze weer lekker gaan kijken. En je neemt ook altijd, daar hebben we het nog niet over gehad, een promotje neem je ook altijd op, hè? Zullen we dat even live doen? Een promotje opnemen, hoe dat we dat doen. Rieke, spreek jij het promotje even in? Of op die camera moet je de promo inspreken. Nou, even recht voor zitten dan. Ja, even recht voor zitten. Dus ik doe een promo voor dit programma. Ja, een promo voor dit programma. Dus de promo die hebt u al gezien voor de uitzending. Ja, vanuit de Hanos ISPC presenteerde ik in 2016 weer 21 keer het programma Smaakmakers. We hebben daar een compilatie van gemaakt. En we blikken terug op 2016. Onder leiding van Ad Romeijn. En hebben Isabel en ik daar onze mening over. Okay. Dus wanneer is dat dan? 11 januari of zo? 10 januari. 10 januari. Ja. Breda nu. Ja. Op dinsdag. Graag tot dan. En we hebben oude champagne en oude oliebollen. Heerlijk. Nou, dames, proost op 2017. Breda nu. Je weet het meteen.